Hallo, mijn naam is Dirk Megens en jullie zijn hier vandaag bij hopelijk de nummer 1 duurzame sportlocatie van Nederland onder de plag in Demen. Ik wil jullie heel graag laten zien met heel veel trots een kijkje door ons gebouw en onze velden eromheen natuurlijk. Nou, een van de eerste dingen waar ik jullie mee naartoe wil nemen is ons dak. Ons dak ligt vol met zonnepanelen. Je ziet er ook een luchtwarmtepomp. Dat is een van de twee warmtepompen die we hebben. De andere komt namelijk vanuit onder de grond. En ook het dak bestaat uit een sedumdak, dus wat ook de warmte ophoudt en dus bespaart. Nou, we wekken in principe voldoende energie op als dat we nodig hebben. Dus in dat opzicht zijn wij volledig klimaatneutraal. De sportaccommodatie onder de plag is naast een plek om te sporten ook echt een plek om te ontmoeten. Nou, een van de dingen die aan ons complex is, is deze oogsttuin. En hier staat die dag prachtig, creëert saamhorigheid, zorgt voor biodiversiteit. Maar wat heel tof aan is, dat hier voor een kleine gemeenschap een gedeelte hier van de eigen voedselvoorziening vandaan komt. En dat een gedeelte van de producten die hier verbouwd wordt, ook binnen weer bewerkt wordt in de keuken bij verschillende kookworkshops die daar gegeven worden. Naast dat het hier een plek is om te voetballen en te korfballen, bevinden we ons nu in onze beweegtuin. En hier worden een aantal keer per week bootcamps gegeven door een NOC-NSF topsporster. Bodien Schoenmakers, en die hoopt binnenkort heel graag naar de Olympische Spelen te mogen gaan. Maar die verzorgt hier bootcamps clinics in deze beweegtuin. We hebben natuurlijk de droom om de nummer 1 duurzaamheidsaccommodatie van Nederland te worden. Onder de plag, samen met het korfballen en het voetballen. Maar we denken alweer vooruit, we willen de toekomst verduurzamen. Maar we willen verder, we willen hier achter het meerdere kavels bemachtigen en hier een natuurtuin gaan maken. Met een natuurspeeltuin erbij. Met hier een theaterheuvel, zodat we nog meer het huis voor ontmoeting en sport kunnen zijn. Sportaccommodatie onder de plag staat bekend als een HOS. Een huis voor ontmoeting en sport. Dit is echt de plek waar de 5 dorpen van Overendam, Demen, Deurze, Dieden, Dennenburg en Erlangen samenkomen, samen elkaar ontmoeten, maar ook samen sporten. Nou, uiteraard kan ik iedereen het van harte aanraden om bezig te gaan met duurzaamheid binnen je vereniging. Natuurlijk is het goed voor het milieu, maar ook goed voor de verbindenheid binnen zo'n gemeenschap. We zijn een kleine, hechte gemeenschap en we zijn ook echt hechter geworden door elkaar te ontmoeten, door samen met elkaar te sporten. En in een klimaatneutrale omgeving, dan voelt dat natuurlijk het beste voor alle partijen.